Wat vloog er zondag boven het Zonsbeekpark in Arnhem? Ja, de UFO zeker. Ja, dat is serieus even zo'n gedachte, Annemiek, maar of dat ook zo was? Ja, en NEC-man Leen Looyen over, en supporters natuurlijk, over wat de Nijmeegse club nodig heeft om uit het diepe dal te komen. Ze zijn een gevaar op de weg en irriteren ons mateloos de grote groepen amateurwielrenners. Dit is de Week van Gelderland. Ja, springt u zelf ook wel eens op een zonnige dag lekker op de fiets om een beetje te toeren? Of bent u meer van de club die zich juist kapot ergert aan die enorme slierte wielrenners op de weg? We gaan er straks over praten hoe dat in betere banen geleid kan worden. En zometeen ook het verhaal van Joanne van der Elst. Haar kleinkind overleed na een zwangerschap van 24 weken van haar dochter. En ja, zij zei, er was helemaal geen kleding om het piepkleine meisje mee naar huis te nemen. Dat moet anders. Hoe ze dat oplost, horen we zo meteen. En ook bijzonder, twee Arnhemse jonge mannen die ze zien vliegen. En ze staan bij Inge. Ja, klopt helemaal, Annemiek. Ze zagen ze inderdaad vliegen. En dan heb ik het over Harm Duursma en Rick Koops uit Arnhem. Jullie stonden na een feestje op jouw balkon. Klopt. En jullie zagen daar iets in de lucht vliegen. Ja. En wij zagen wat vliegen in de lucht en om het beter te kunnen zien is Rick gaan filmen met zijn telefoon. En wat dachten jullie dat het was, Rick? Ik heb echt nog steeds geen flauw idee. We dachten eerst gewoon drones, sommigen zeiden zweefvliegtuigen, heliumballonnen. Ik zou het nog steeds niet weten. Ja, de mensen thuis zien ondertussen de beelden die jullie ook op YouTube hebben gezet, zijn bekeken door 80.000 mensen ondertussen. Klopt. Hoe waren de reacties? Heel verschillend. Rick heeft de meeste... toch al proberen zoveel mogelijk te bekijken. Maar het was heel verschillend, het ging alle kanten op. Ja, noemen ze een paar reacties? Sommigen zeiden van dat het aluminiumfolie was. Heliumballonnen, drones, zweefvliegtuigen. Ja, echt gewoon. Ik heb de helft niet eens kunnen lezen, zoveel. Nou kennen wij in Nederland sinds 2011 een UFO-meldpunt. Daar zijn 5300 meldingen binnengekomen vanaf die tijd, 600 uit Gelderland. Jullie hebben ook melding gedaan, waarom? Ja, om toch te kunnen kijken wat het was. Misschien dat hun iets meer helderheid konden geven. Ja, want jullie dachten daadwerkelijk het zouden UFO's kunnen zijn? Nou ja, we wisten niet wat het was, dus ja. Ja. We hadden graag wat duidelijkheid. En een vriend van mij die zei van, nou ja, zet het even op die site. Niemand die jullie voor gek verklaarde? Nee hoor, dat niet. Nog niet. Hebben jullie inmiddels al bericht gekregen van het UFO-meldpunt? Want ze hebben de beelden bekeken. Ja, direct al. Gewoon dezelfde dag werd ik al gelijk gebeld. En vertel, ik ben benieuwd, zijn het UFO's? Ja, word ik opgehaald hier? Nou, ja, ze waren nog sceptisch. Ze durven niet zo snel te zeggen. Nee. Maar ja, ze durven ook echt gewoon... Ja, als je echt gaat zeggen dat het UFO's waren, ja dan... Nee, maar wat zeggen ze wel? Wat ja, is het? Ja, ze durven ze nog niet te zeggen. Nee? Nee, nog niet echt, nee. Nee, dat wat voorbij vlogen in beeld, dat zou een vogel ja, zijn, werd gezegd. Ja, klopt. Ja. Nou, was er ook iets met Neptunus deze week? Ja, hoe zat dat? Daar waren dus ook sterkundigen hadden daar gekeken en daar hadden ze ook drie lichtpunten gezien. En jullie dachten direct, dat zouden zomaar onze UFO's kunnen zijn? Nou ja, wie weet. Ja, ja. Geloven jullie überhaupt in UFO's? UFO's. Ik geloof wel dat er in het hele land nog wel andere buitenaards wezen is. Ja. Stel dat jullie straks bericht krijgen van het meldpunt van jongens, het zijn vogels. Zijn jullie dan heel erg teleurgesteld? Nee, absoluut niet. Nee. Ik wou gewoon meer verklaring hebben van wat het was. Omdat ik dacht van het kunnen geen drones zijn. En misschien ook wel. Misschien, En de volgende keer doen jullie gewoon weer melding. Ja hoor, ja, absoluut. Ja. Nou, blijf lekker naar boven kijken. Ja, gaan we zeker doen. Leuk dat jullie hier waren. Dank je wel. Ja, ook bedankt. Ja, en er werden meer bijzondere dingen gezien deze week. Zoals een ontsnapte boa constrictor uit Duiven. En die is niet giftig en niet gevaarlijk, maar bijten kan hij als de beste. Er is een slang kwijt. En ja, die loopt nu hier rond. En wat vind je daarvan, dat idee? Best eng. Hij is 1,20 meter, het is een wurgslang. En ja, hij bijt zich vast en dan slaat hij zich eromheen. Dus... Ik denk dat hij dan alleen voor kleine dieren gaat en dat hij de hond van ons niet zo snel zou pakken. En die arme konijntjes dan? Die zitten mooi binnen, dus die hebben eventjes opgesloten. Ja. Die hebben even huisarrest. Nou, goed nieuws. Hij is gevonden en bleek gewoon bij de eigenaar in huis te zitten. Ja, in Winterswijk werd Mondriaan geboren. Niet de beroemde schilder natuurlijk, maar een baby die naar hem is vernoemd. En dan weet je natuurlijk als vader wel wat je kind later moet worden.
Heb je dan ook grote verwachtingen van zijn artistieke kwaliteiten? Uiteraard, uiteraard. Uiteraard. Maar iedere ouders heeft grote verwachtingen van hun zoon, denk ik. Ja, maar je hoopt dat het schilder wordt, of hoe moet ik dat zien? Nee, hij moet piloot worden, net als papa. Ja, piloot, geen schilder dus. En in Nijmegen was deze week, net als vorig jaar, de grootste waterglijbaan van Europa aangelegd. En dan is het gewoon zwembroek aan en gaan. Ja, het was echt super vet. Vooral dat laatste stukje ga je super snel naar beneden. En als je echt gang maakt, dan ga je echt super snel. Het was echt ziek vet. En ja, ik ga het echt nog vaker doen. En let's go. Hartstikke idee. En heeft u dat ook wel eens, dat u bijna van de sokken wordt gereden door zo'n enorme kolonne aan toerfietsers? Racefietsen zorgen voor een toename van het aantal doden en gewonden door ongelukken met de fiets. De gemeente Renkum kreeg zoveel klachten dat het gemeentebestuur heeft besloten dat toertochten alleen nog met een vergunning mogen. Dat wil althans burgemeester en wethouders. En ook in de gemeente Reden worden klachten gemeld en zijn er ongelukken geweest. Aan tafel wethouder Robert, ik moet heel hard naam, want wij hebben een Rob Haverkamp als collega, Ronald Haverkamp. En Ben van der Weert, u bent van de Nederlandse Toerfietsunie. Ja. U bent dus zo'n fietser. Ik ben zo'n fietser, inderdaad. Die heel veel irritaties oproept. Nou, dat denk ik niet. Nee? U fietst altijd netjes. Altijd, ja. Maar kunt u zich voorstellen, en hoort u het ook, die klachten, het schrikken, mensen die toch aan de kant stuiven omdat jullie eraan komen racen? Nee, nou, maar iets genuanceerder natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat alle wielrenners zich niet gedragen. We hebben 850.000 sportieve fietsers. Die door heel Nederland fietsen op hun manier, op hun niveau. En wij proberen ook vanuit de NTV natuurlijk dat ook in goede banen te leiden. Maar we hebben een charme richting onze eigen wielrenners. Ze moeten zich natuurlijk inderdaad gedragen. Maar we hebben natuurlijk ook een charme richting onze recreatieve fietsers. Want we hebben natuurlijk eenmaal een druk Nederland. Ja, een vol Nederland. Vol Nederland. En met zonnige dagen. Dus we moeten helemaal respect hebben voor elkaar. En we moeten toch samen. Nou, gaan even checken of ze dat ook hebben. Want Tanas, jij zit in wielren-outfit. Heel mooi tussen al die dames. Gedraag jij je een beetje als je met zo'n groep aan het fietsen bent? Dat probeer je wel, ja. Maar proberen is nog niet dat het altijd lukt. Nou ja, dan heb je wel af en toe inderdaad dat je met een groep zit en dan gaat er eentje de rood. En dan gaat de ene keer beslis je van nee, ik ga niet en de andere keer beslis je van wel. En Nico Kooi, wat doet u? Gewoon de rood? In die kolonnen? Gewoon stoppen. Kijk, we hebben reclame op ons shirt staan. Dus wij moeten wel een beetje ons inhouden. Ja, want, de wijsheid komt met je haren. Ik hoor het al. Wethouder Haverkamp, hoe zit dat in Reden? Want u zegt, ik ken het ook. Die klachten zijn er. Het overlast is het. Waar bestaat die overlast met name uit? Nou ja, wat we zien is dat het de laatste jaren gewoon veel drukker wordt op de postbank. Met name, hè. De postbank is het Redens grondgebied waar veel fietsers zijn. Mooi natuurgebied. De weg blijft hetzelfde hè, qua grootte, qua breedte, maar het aantal fietsers en het aantal auto's neemt toe. Nou ja, dat leidt op een gegeven moment vanzelf tot problemen. Het aantal fietstochten neemt ook enorm toe. Dus daar zien wij wel een probleem ontstaan al een paar jaar. Dus daar proberen we wel wat oplossingen voor te vinden. Ja, nou zeggen ze in Renkum van laten we zorgen dat die toertochten alleen nog met een vergunning door onze gemeente kan. Ja. Lost dat iets op? Want ik denk, dan zijn nog steeds net zoveel fietsers, toch? Nou ja, in Reden hebben we dat systeem niet. Hè? Nee. In Reden hebben we drie verschillende soorten systemen. Meldingen, vergunningen en een verklaring afgeven voor als er een toertocht ook langs of door onze gemeente heen komt. Nou, we proberen nog met meldingen af te doen tot aantallen van 500. Dat scheelt ook in de kosten die partijen daarvoor moeten maken. Hè. Dus ik denk ook dat je dat zo lang mogelijk dus voor moet houden. Niet, denkt u dat zo'n vergunningssysteem dat werkt? Dat je voor zo'n toertocht een vergunning aan moet vragen? Kijk, wat ik me wel voor kan stellen is, wij ook als NTV, dat de gemeente wel wil weten wat er in hun gemeente gebeurt. Ja, dat je niet meer zo opeens een club van 500 door de gemeente brezen. Dus melding en dergelijke, zijn wij best wel een voorstander van. Ik bedoel, kijk, als er een groter aantal deelnemers is, dan is het een vergunning, omdat je misschien ook wat veiligheidsmaatregelen moet nemen. Maar
Want dat, ik onderbreek weer, want met zo'n vergunning kun je dus wel zeggen, ik zet een verkeersregelaar op een kruispunt, ja. Ik zorg dat er een paaltje weggehaald wordt, ik zorg dat er wat bordjes staan. Maar dat kan met meldingen ook, hè? Maar dat kan met meldingen ook. Ja, ja, ja. Dus waar het vooral om gaat is dat de gemeente het moet weten. Hè? Dan kunnen we de maatregelen opzetten, verkeersregelaars of de postbank afsluiten als het zelfs moet. Want het gaat, daar hebben we ook nog een videootje van, want het gaat natuurlijk toch nog wel met ene regelmaat mis, dat het kruisen van die toertochten, toerfietsers met het andere verkeer. Laten we even kijken. Ja, hier zien we het al echt flinke ongelukken. Zelfs dodelijke ongevallen zijn er gebeurd met toerfietsers. Ja. Dit is natuurlijk niet wat we willen. En er is ook vorige week een ongeluk gebeurd in Heelsum. Met een... Met toerfietsers, was goed. Maar dit hoeft niet altijd met toertochten te zijn. Dat is ook in helaas gebeurt dat vaker inderdaad. Er zijn meerdere malen bovenaan de weg ambulances gekomen om spoedgevallen te behandelen. Ja, dat gebeurt natuurlijk toch met enige regelmaat. En dit wil je niet. Nee, maar wat ik net ook wou zeggen eigenlijk, het hoeft niet altijd vanuit de toer. Toch te zijn. Nee. Ik bedoel, er zijn ook gewoon groepen fietsers vanuit een groep, een club. Ongeorganiseerd. Of vrienden, ongeorganiseerd. Daar kan het ook mee gebeuren. Hè. Dus probeer ook zoveel mogelijk. Kijk, we hebben als NTV worden allemaal aangemeld, worden op een kalender, wordt gekeken. Dus degene, de organisator, die kan gelijk zien van hé, mijn route overlapt een andere route. En daarna krijg je die vergunning en meldingprocedure. Ja. Het heeft ook heel erg te maken met het gedrag van mensen. Hè? Kijk, de postbank, de wegen op de postbank zijn hele smalle wegen. Want we willen daar natuurlijk niet te veel asfalt hebben in de natuur. Dus mensen moeten zich wel aan elkaar aanpassen. Dat geldt vindt voor u dat er iets moet gebeuren? Zegt u, het wordt toch wel met dit soort ongelukken ook dusdanig gevaarlijk dat we er iets aan moeten gaan doen? Ja, als gemeente Reden vinden we dat wel. Hè? Dus we zijn wel aan het kijken. Bijvoorbeeld moeten we punten waar het heel erg druk is, vrijliggende fietspaden neerleggen. Hè. Dat soort maatregelen zijn we wel aan het kijken. Dus, er moet wel iets gebeuren? Nou ja, er moet iets gebeuren. We zijn aan het kijken of de maatregelen genomen kunnen worden om onveilige situaties te voorkomen. Ik begrijp dat de gemeenteraad bij u zegt van de maat is vol, we vinden het nu echt te onveilig worden. Ja, klopt. En terecht. Zegt u ook. Nou ja, maar dat geldt voor ons niet alleen maar op het moment dat de fietstochten georganiseerd worden. Dat zie je bij ons met name op dagen dat het 20 graden of warmer is. Dan wordt het gewoon heel erg druk op de postbank. Ja, dat herkennen jullie ook. Wat zou volgens u een goede oplossing zijn om het beter te coördineren? Nee, om het beter te coördineren is, en dat hebben we eigenlijk ook al met de gemeente Reden gedaan, is dat we afspraken met elkaar maken. En de afspraak is dat er dus inderdaad altijd een melding is. Hè, dus vanuit de NTV-organisaties altijd een melding doen bij de gemeente. De gemeente die heeft een overzicht, zijn eigen evenementenkalender. Je kan dus zien wat er allemaal gebeurt in een weekend, zeg maar. Ja, maar moet er dan een soort centraal meldpunt komen of zo? Daar zijn we wel voorstander van, inderdaad. Zuid-Limburg heeft dat inmiddels. Die heeft een soort coördinatiepunt waar de organisatoren hun meldingen doen. De routes en dergelijke. En die coördinatiepunt die coördineert dat met de gemeentes. Gisteren hebben wij al een prettig gesprek gehad met gemeentes uit de provincie Utrecht. Met de Utrechtse Heuvelrug, hè, een beetje vergelijkbaar met Amerongse Berg, Postbank en dergelijke. Waar dat dus ook is. En ja, ook zij vinden van, het is prettig. Ja. Prettig dat het gemeld wordt. Want dan weet je beter wat er gebeurt in je gemeente. Nou ja, dat is het vooral. Hè. Je moet weten wat er gebeurt. Je weet dan natuurlijk nog niet van al die vrije fietsers wat ze doen. Nee, en zeker op drukke dagen niet. Dat heb je niet helemaal in de hand. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Wat doen we op die drukke dagen? Ja, dan moeten we doen met de drukke dagen. Dat is vooral belangrijk. Ja. Nou, fietsen dit weekend? Ja, lekker. Ja, jullie ook? Ja, dit weekend weer gewoon de fiets op? Ja. Zeker weer naar uitkijken, hè? Zeker weten. Goed, dank jullie wel. Oké, alsjeblieft. NEC degradeerde zondag voor de tweede keer in 3 jaar tijd, moet ik zeggen. Vervolgens stapte technische manager Edwin de Kruijf en algemeen directeur Bart van Inge op. En hielden ook een aantal commissarissen het voor gezien. Hoe moet het nu verder met de club zonder trainer, zonder directie en misschien ook wel zonder visie op de toekomst? Aan de bar 2 NEC-supporters, fantastisch dat jullie er zijn. Tom Schenk en Jan Peters en oud-trainer en oud-technisch directeur Leen Looijen. Ja, Esma, even naar de fans van de NEC. Wat een week moet het voor jullie geweest zijn?
Ja, heel verdrietig hè, dat je na 3 jaar weer 2 keer degradeert. En ja, helaas zagen we de laatste maanden wel een beetje aankomen. We hadden nog een beetje hoop de laatste 2 wedstrijden toen we wonnen van AZ en Heerenveen. Dat 34 punten genoeg was. Helaas was dat achteraf niet genoeg en we moesten play-off spelen. Tom, heb je ervan kunnen slapen? Ik slaap prima, ja. Het was meer een bevestiging dan dat het als verrassing kwam. Natuurlijk is het makkelijk praten achteraf, maar gelukkig heb ik het vooraf ook wel een aantal keren geuit dat ik me grote zorgen maakte. Dus dat gebeurt uiteindelijk. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Leen Looy, hoe kwam de degradatie bij jou aan, ook keihard? Ja, natuurlijk. Ik ben 33 jaar daar geweest, dus daar ga je van zo'n club houden als je thuis. Maar je zag er natuurlijk aankomen, niet wat de jongens zeiden, dat zie je 2-3 jaar van tevoren al aankomen. Voetbal is je core business en veel te weinig aandacht voor je core business. Bart van Inge moest natuurlijk 3 dingen tegelijk doen. Technisch directeur, algemeen directeur en commercieel directeur. Dat kan natuurlijk nooit. Gaan we zo uitgebreid over praten. Laten we eerst even kijken naar de reacties na aflopen van die beruchte wedstrijd, laat ik maar zeggen. Dit was echt dikke, dikke teleurstelling, denk ik, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Je moet er gewoon van huilen. Ja, ik vind dit echt verschrikkelijk. Ja. Maar ja, het is net als met Feyenoord. Fan van NEC ben je niet voor je lol. Het is wel je club hier. Blijf terugkomen. Maakt niet uit. Volgend seizoen zitten we er weer. Supporten we de jongens. Dan is het maar de Jupiler League. Maar we zijn er gewoon voor ze. Het is een zware klap wat aankomt, maar... Ja, een zware klap noemen ze het. Hoe voelt het voor jou, Leen? Ja, nou precies hetzelfde. Alleen, voor mij kwam dat niet onverwachts. Je ziet dat natuurlijk gebeurt is een proces van al 1-2 jaren, denk ik. Wat mij vooral zorgen baart, er zijn natuurlijk ook een aantal dingen goed gedaan. Je kunt niet iedereen de schuld geven, maar wat ze goed gedaan hebben, laat ik daarmee beginnen, is natuurlijk het financieel gezond maken. Ze hebben uit de categorie ingekomen en ze zijn weer in ieder geval financieel in orde. Alleen technisch is daar veel te weinig aandacht aan besteed. En dat komt met name, NEC is een beetje er hart kwijtgeraakt. Als je kijkt naar PSV, Gerbrands heeft al die oude mensen er weer bijgehaald. Een of andere functie gegeven, wie dan ook. Iedereen was betrokken bij de club en dan krijg je weer een hart. En dat is bij NEC weggegaan. Ze hebben algemeen directeur Bart van Inge was overal verantwoordelijk voor. We gaan even luisteren hoe hij reageerde na de wedstrijd. Ik heb dit alles eerder meegemaakt. We hebben gezegd, dit gaan we nooit nog een keer doen. Ja, voor iedereen die betrokken is bij de club is dit gewoon een groot drama. Ik vind dat ik ben eindverantwoordelijk. We zijn gedegradeerd en daar ben ik eindverantwoordelijk voor. Ja, Bart van Inge was niet heel erg populair volgens mij bij de fans. Hij is zelf door sommigen, moet ik zeggen, bedreigd. Is het goed dat hij is vertrokken? Ik denk het wel, ja. Dat ligt er ook aan wat nu het vervolg gaat worden. Wat er nu gaat gebeuren. Ja, want dat is de belangrijkste vraag. Hè? Hoe moet het nu verder, Leen Looy, met NEC? Nou, kijk, het is verstandig en het is respectvol dat ze zelf afgetreden zijn. Je hebt geen draagvlak meer, je hebt geen leven meer. Er is meer dan voetbal, heel verstandig. Alleen, wat ik niet begrijp, ik had als bestuur helemaal afgetreden, allemaal. Nu zijn er 3 mensen over en dat baart mij grote zorgen. Want het is een beetje ons clubje. Dat ik hoor gisteravond ene meneer Ariens roepen op de tv van luister, als ik een technisch directeur kan vinden, maar er komt toevallig een algemeen directeur die me aanstaat, dan pak ik hem. En jij dacht, hey, wie is Ariens? Ja. Ja, hij is lid van de Raad van Commissarissen. Dus eigenlijk, maar komt uit de supporters. Hij vertegenwoordigt de supporters binnen de Raad van Commissarissen. Ja, dus eigenlijk had het zo moeten zijn, denk ik, voor de club. Hoor. En ik ben niet uit op een baantje. Want ik heb mijn tijd gehad. Maar eigenlijk had het hele bestuur, denk Blanco ik, beginnen. Af moeten treden. Het stak stelt 3 mensen aan. Waarvan 2 voetbalmensen. Jan Peters, Seijen Visser. Ik zei de gek. Om bescheiden te zijn. En met een man die de financiën beheert. En die de algemene zaken onder zijn hoede heeft. Die stelt een nieuw bestuur aan. Wat is de grootste fout die NEC heeft gemaakt? NEC is er hard verloren. NEC heeft veel te veel nationaliteit spelers gehaald. Je moet altijd, ondanks het Bosman is natuurlijk moeilijker geworden, begrijp ik ook. Ik praat niet in het verleden. Je moet altijd zorgen dat je, dat doet Excelsior, ADO, dat soort clubjes. Die hebben ook 6, 7 Hollandse spelers die de baas zijn in het team. En daar, het is interessant. Maar waarin faalde het bestuur dan?
Nou, bestuur is toch niet veranderd. Het bestuur is, heeft te weinig voetbal naar hoog gehad. Peter Weerschoff was bestuurslid technische zaken. En een technisch hart was er, waar geen voetbalmensen in zaten. Eigenlijk hebben ze de know-how die in het voetbal zit vanuit NEC, die hebben ze ook volkomen genegeerd en ook en niks mee gedaan. Iedereen leek mee te mogen praten, we wezen allemaal om elkaar. Niemand was uiteindelijk verantwoordelijk waarvoor. Je zei al, we moeten nu blanco beginnen. 3 mensen aanstellen met tenminste 2 met verstand van zaken. En wat moeten dan de komende jaren de belangrijkste pijlers zijn voor NEC? Nou, de belangrijkste pijlers voor NEC moeten zijn, en dat doen ze al goed, vind ik. Het moet jeugdopleiding zijn. Edo Rocher is een geweldig goede opleider. Je moet je accent leggen op je scouting en dat niet een extern bureautje laten doen. Vitoralis, daar doe je dan op, hè? Hebben ze uitbesteed de afgelopen jaren. En je moet een technisch hart maken met 3-4 mensen erin die background geven aan een technisch directeur. En de man laten functioneren. Want Hans van Delft kon ook niet functioneren. Tegen... Die trainer Hibala kon ook niet functioneren. Waanzinnig natuurlijk dat zo'n man daar op de barricade moet gaan staan om de supporters in toom te houden. Daar is de trainer niet voor. Daar is hij niet voor. Die is om die jongens op het veld te coachen en zorgen dat die wedstrijden gewonnen worden. Ja, Van Delft zei eerder deze week, desastreus beleid. Is het goed? Zijn jullie het daarmee eens, heel kort? Ja, daar ben ik het wel mee eens, de laatste jaren, inderdaad. Ben je het mee eens? Nog even, Leenloor, je zei van ik hoef het niet te doen. Maar eigenlijk proef ik aan alles. Jij wil het heel graag doen. Jij wil die kar wel gaan trekken, volgens mij. Nou, nee, ik moet de kar niet trekken. Je moet het niet, want je wil het toch wel? Ik wil alleen meedenken. Ik denk aan de club. En ik zou, denk ik, mee kunnen denken in welke rol zie jij jezelf? Ik hoef helemaal geen officiële rol te hebben. Als er een interim situatie zou ontstaan... Niet zo bescheiden. Welke rol zou nou geschikt zijn voor jou bij de wederopbouw van NEC? Je dwingt me tot narcistische opmerkingen. Ken je een klein beetje. Daar ga ik niet... Wat zou je willen? Wat zou hij moeten doen? Ik zie wel een rol weggelegd. Maar aan de andere kant denk ik eerst dat er eensgezindheid moet zijn. En die verdeeldheid die heeft ons geleid tot degradatie. En die moet gewoon weg. Je zegt al formateur. Een soort van formateur, is dat iets voor jou? Wel ja, joh. Je weet hoe het afgelopen is met Schippers, hè? Ja. Ja. Goed dat Leen, dat soort mensen hun nek willen uitsteken voor NEC? Ja, zeer zeker. Dus Leen is altijd betrokken geweest bij de club en nog steeds. En als je lang bij een club loopt, dan denk ik dat het nog extra pijn doet dat dit allemaal gebeurt. Terug naar clubmensen en mensen die verstand hebben van voetbal, want daar gaat het uiteindelijk om. Voetbal is je core business en dat moet je altijd in de gaten houden. Ik ben ervan overtuigd dat we je terug gaan zien in een actieve rol bij NEC. En ik wens jullie allemaal heel veel sterkte de komende tijd en vooral heel veel wijsheid. Nou, ik denk het niet dat ik terugkom. Hoor. Want ik ben niet geweldig populair. En dat, omdat je zegt wat je denkt, maar misschien na nu denken zij daar ook anders over. Wie weet. Dank je wel. Een bijzondere oproep deze week van ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem. Geef je trouwjurk weg, zodat er kleine kleertjes gemaakt kunnen worden voor te vroeg geboren baby's die zijn overleden. En de vrouw achter de oproep zit hier aan tafel, Joanne van der Est. U bent oprichter van de stichting Floor de Lis, die allemaal dit soort kleine spulletjes maakt. Piepklein, ik zal meteen even laten zien. Piepkleine kleertjes. Er is massaal gereageerd op uw oproep om trouwjurken te doneren. Allereerst eventjes kleertjes voor baby'tjes van 24, 25 weken die zijn overleden. Hoe kwam u daarbij? Omdat het in de persoonlijke sfeer is gebeurd. Ja. Uw dochter was zwanger en heeft haar kindje verloren bij 24 Correct. Weken. Ja. En wat gebeurde er toen in het ziekenhuis? Daar was ik niet bij. Dus het is een beetje moeilijk om daarover te praten. Ja. Het is zeer kort geleden ook nog. Ja. Dus ik wil het hierbij laten. Ja, want je krijgt zo'n kindje dan mee? Het hoeft niet per se. Dat is een keuze aan de ouders. Hun hebben ervoor gekozen om het kindje mee te nemen naar huis. Nou, dan krijg je het kindje mee en dan krijgen ze een shirtje aan en een doekje om. En de spulletjes zaten in een zakje. Ja, en dat shirtje is dan veel te groot. Veel te groot. En dat is niet wat je wil. Nee. Nee. Dus, en toen dacht u? Nou, toen ben ik gaan googlen. Om te kijken of ik iets kon vinden. Nou, dat was er niet. En toen dacht ik van, god, 2016 en het is er niet. Ja. Nou ja, en dan
denk je van, ja, ik ben niet zo handig, maar het gaat me denk ik wel lukken. Dus we hebben wat pyjama's kapot geknipt en wat proef of patroontjes getekend en proefstukjes gemaakt. En toen zijn we in contact getreden met Erasmus. En de proefstukjes laten zien, eerst een brief geschreven, proefstukjes laten zien. Ja. Wat werkt voor jullie? Wat hebben jullie nodig? Waar is er behoefte aan? Het ziekenhuis in Rotterdam, ja. Op de NEO, neonatologie. En daar werd enthousiast gereageerd. Ja, super. En de Rijnstaten volgden met de Rijnstaten volgden daarna. En die hebben dus de oproep geplaatst. Tenminste, die hebben een stukje op hun website gezet. En daar kwamen, we hebben even op de website gekeken. Nou, voor ons was het ook een... volledige, wij wisten dus niet dat dat geplaatst zou worden. Wij zagen alleen al op internet, wat wij even snel gekeken hebben, zagen wij al honderden reacties die, nou ja, u ziet ze hier voorbij komen in beeld. Allemaal mensen, ik moet wel zeggen dat het allemaal vrouwen zijn die reageren. Ja. Allemaal mensen die zeggen, wat een goed idee, ik wil wel mijn trouwjurk doneren. Ik voel me heel erg gesteund. En er zaten ook een paar hele opvallende reacties tussen van vrouwen die het ook zelf hebben meegemaakt. Wendy van der Kamp, mijn kindje droeg toen hij met 31 weken overleed een maatje 44. Veel te groot dus, bij gebrek aan passende kleding. Wat vind ik dit een prachtig initiatief. Ik huil van ontroering. En we hebben ook een reactie van Lynn Casotti. Ik heb mijn eerste dochtertjes een tweeling verloren na een zwangerschap van ruim 25 weken. Ik weet hoeveel het betekent voor de ouders. Ik voel me gedragen in mijn verlies. Het gevoel zal ik nooit vergeten. Wat een bijzondere reacties, hè? Ja. Wat doet dat met u? Ja, heel veel. Ja? Ja. Dat u zich gesteund voelt en is het initiatief. Ja. Ja. En dan zegt u van, ik maak ze van trouwjurken. Ja. En dan denk ik, dat is best gek. Ja. Zo'n feestjurk. Ja, ik zie het niet als een feestjurk. Ik zie het als een droomjurk van een vrouw. Die heeft haar vanaf kinds af aan, meisjes. Nou ja, later wil ik zo'n jurk en dan gaan ze voor sparen. En, ja, en dan is het hun droomjurk. En die droomjurk geven ze op om jurkjes voor engeltjes te maken. Om dit soort piepkleine jurkjes. De angel gown. Een eentje kan een jurk voor een engeltje. Ja. En u maakt ook, ik zal ik ook even laten zien. En ongelooflijk, ik zei van, waar is dit voor? Dit is een mandje voor een overleden, te vroeg geboren kindje. Zo klein. Ja. Ja. En dit maakt u ook. En waarom dan, ja, die trouwjurk, het is natuurlijk ook hele mooie stof. Het is hele mooie stof. Het is neutraal. He, ook al heb je een ecru kleurige jurk. Je kan hem altijd... Ja, met een strikje kan je het gebruiken en een beetje versieren. Dus dat het is toch een kindje geweest, een levend wezen. En dat was er nog helemaal niet, kleertjes voor die maat of iets. Nee. Dus en veel reacties dus. Heeft u ze ook inmiddels al, zijn ze al bij Ziekenhuis Rijnstaten bijvoorbeeld, worden ze al meegegeven ook? En heeft u al gehoord hoe daar op de... Ja, dat is natuurlijk op een heel verdrietig moment in je leven. Dat je je kindje verliest terwijl je zwanger bent. Nou ja, we hebben ook cadeautasjes, zeg maar. Dus dat zijn witte tasjes met een paarse vlinder erop. En een paars tasje met een witte vlinder. Dus daar worden de persoonlijke spulletjes in gedaan. En ja, dan hebben de ouders die hebben dan toch nog iets tastbaars. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Hoe voelt dat voor u om zo te kunnen bijdragen met toch zo'n mooie momenten? Ja, als ik uit het Erasmus of uit het Rijnstaten kom en dan krijg zulke lieve reacties. Dat geef je gewoon weer, loop je op wolkjes die dag om weer naar huis te gaan. Om weer aan de volgende collectie te beginnen. Ja, geeft een heel goed gevoel. Ja, inderdaad. Ja. Prachtig initiatief. Wilt u ook uw trouwjurk doneren bij Stichting Fleur de Lis? Kijk dan even op de website en dan gebeuren er dus dit soort prachtige dingen mee. Dank je wel. Alsjeblieft. Voor je verhaal. Dank je wel dat we mochten komen. Ja, een heel mooi initiatief. We gaan het over iets heel anders hebben. Want Benny Bollo, de mascotte van Maas en Waal, wil zijn titel terug. In 2014 werd hij Nederlands kampioen mascotte. In 2015 en 2016 ging die titel helaas naar iemand anders. Maar morgen ga je met de fans naar Tilburg, hè? Ja, en dan hoop je die titel terug te pakken. Je mag als mascotte niet praten. Doe maar even je hoofd af, dan kunnen we misschien nog een gesprekje voeren. Dag Benny.
van Dinteren uit Druten. Ja. Wat moet je kunnen om een goede mascotte te zijn? Ik heb verschillende soorten disciplines. Hardlopen, 300 meter. Moet mensen overtuigen om met jou op de foto te gaan. Je moet mensen als enthousiasmeren. Dus allerlei leuke onderdelen. Ja. Waar ben jij het allerbeste in? Om, je merkt het net achter de schermen wel. Mensen vermaken. En proberen de lach op de mensen gezicht te krijgen. Nou, bij mij. Ik schrok van je. Want je liet zo'n ding hier afknallen. Hè? Ja. Ja, nee, bedankt. Dat zagen de mensen thuis niet. Hè? Dat nee. Was voordat ze hier stonden met de camera. Waarom wil jij dit? Waarom is dit jouw passie? Ik zie dat vooral de kinderen doelgroep tot mijn 12 merkt dat de lach op de gezicht komt. Ja. En als bij de kinderen de lach op de gezicht komt, dan brandt mijn hart van vreugde. Ah, daar word je vrolijk van. Ja. Nou, wil je die titel terug? Het is een juryrapport. Je hebt 2 jaar niet gewonnen. Ben je wel eens heel boos geweest op de jury? Niet echt boos. Ik kan begrijpen dat ook een andere mascotte met de titel voordoor gaat. Maar toch stiekem hoop je dat jij de eerste prijs bent. Ja, want jij won in 2014. Ja. Je werd gehuldigd. Ja. 700 mensen in Druten liepen uit. Ja. Dat moet toch een fantastisch gevoel geven? Geweldig, echt fantastisch. Ja. Ik zat echt achter de schermen, ik wist niet wat binnenkwam. Ja, er zat 7, 8 mensen, dacht ik. Ja, en er staan maar alleen 700. Ja, 7, 800 mensen. Hoe voelt dat? Net of je de lotto hebt gewonnen. Ja? Ja. Ja, als je mocht kiezen, het NK winnen of de lotto, een miljoenetje of 10, zeg eens. Dan kies ik toch liever de titel van de beste mascotte van Nederland. Dat is mooi. Dan wens ik je heel, heel, heel veel succes morgen in Tilburg. Je gaat met heel veel fans, hè? Die gaan allemaal met je mee. Ja. Ik heb ruim op het papier geschreven 40 fans. Ja. En 17 vrijwilligers. We gaan met een EHBO-bus. We gaan het allemaal volgen. Dankjewel, heel veel succes. Jij het NK, ik wil die 10 miljoen. Dankjewel voor je komst. Hè. Ga ik naar Colin Hoeven, onze zingende columnist. Ja, zo'n mascotte moet jou inspireren, Colin. Ja, tuurlijk. Nou, ja. We gaan horen hoe je dat in je lied verwerkt. Dat is goed. Mag ik een stukje van je trouwjurk? Verpak met jouw gelukt verdriet. Ouders die verlies moeten ervaren door een kind dat hen verliet. En blijven staren naar een UFO dat toch een duifje bleek te zijn. En lekker fietsen op de postbank, nee dat kan niet meer, dat er zoveel ASO-fietsers zijn. Moeten zoeken naar een mascotte. Van Benny Bollo, technisch directeur, dan haal je wel een kampioen in huis. Maar even zonder gekheid, veel succes. Het is toch wat, nou het ergste hebben ze hopelijk gehad. Dankjewel, Colin Hoeven. Dat was een hele mooie, gevoelige afsluiting deze week. En gewoon weer tot volgende week. Fijn weekend.